kreeg dus de opdracht om een nudge te verzinnen. Om zodat mensen hun fiets niet hier in het grasveld parkeren als ze aan het barbecuen zijn. Omdat dat heel ongezellig is en wordt chaos en er zijn minder plekken voor mensen om te chillen. Maar er zijn ook geen echte fietsenstallingen hier. Dus de vraag was, kan je een nudge verzinnen dat in elk geval de fietsen niet op het grasveld, midden op het grasveld gaan parkeren worden. Ik heb twee borden gemaakt met erop pas op fietsmonster gesignaleerd op het grasveld. Niet voeren alsjeblieft, hij eet fietsen. Met een soort van moshoop idee van een monster dat onder de grond zit. Die fietsen eet, zodat je niet je fiets meer op het grasveld zet. We hebben een paar fietsers die het gezien hebben en hun fiets niet hebben neergezet. Vooral veel voetgangers die kort zien, omdat die natuurlijk langzamer zijn dan een fietser. Dus